Uh, maar ik ben ook wel benieuwd eigenlijk wat, uh, wat je zelf nastreeft en wat, wat is jouw definitie van, van succes? Ja. Of succesvol zijn? Uh, ja, dat zit aan twee kanten. Uh, aan de ene kant, aan de buitenkant, dus de dingen die je aan de buitenkant ziet, gewoon uh, een huis, een auto. Uh, geld, uh, spullen, dingen die je vast kan pakken, uh, achievements, um, uh, uh, overwinningen, uh, beter zijn dan een ander, dus de competitieve zaken, alles wat met, met ego samenhangt, dus uh, zeg maar de, de, de aardse of de, um, ja, de pl ja, platte zaken uh, is misschien niet altijd uh, van toepassing. En aan de andere kant die spirituele kant, dus uh, van uh, zingeving, uh, iets betekenen voor een ander. Um, ja, ik bedoel, wat is het verdienmodel? Wat is de return on investment van naar een begrafenis gaan? Die, die is heel laag, weet je wel. Um, dat, ho dat hoeft niet, maar... <laughs> ja, als het ja. jou na zet te denken over het leven en je denkt: waar ben ik nou mee bezig? Je maakt rigoure, keu rigoureuze ja. keuzes en in één keer ziet je leven er anders uit, dan is, kan het heel erg waardevol zijn om naar ja. begrafenis te gaan. Precies, ja, dat is, dat is zeker <laughs> waar. Maar überhaupt al zeg maar de transactionele manier van denken toepassen op dat soort dingen, weet je wel? En dat heb ik ook met een kind. Ik bedoel, wat is de return on investment op een kind? Ik bedoel, uh... veel poopleiders. Ja, <laughs> ik heb toevallig een podcast interview gehad met uh, de Billen Boutique, ja, ja. Uh, wasbare luiers, mag het dat zijn. Hè? Maar wat, wat ik ermee wil zeggen is van, en dat heb ik ook niet allemaal zelf bedacht. Hè, maar dat kwam ik op een gegeven moment ergens in een, in een uh, boek tegen. En er stond ook van de meest waardevolle dingen uh, maken je bijvoorbeeld niet gelukkiger, maar ze zijn wel super waardevol. Dus bijvoorbeeld mantelzorg. He, als jij, uh, en wij, wij zijn nu uh, uh, wij zijn gewoon fit en dat gaat allemaal goed met ons, en bla, bla bla bla. Maar er zijn superveel mensen die mantelzorg doen. Ik zou niet eens weten hoe dat is, man. Dat je gewoon elke dag urenlang iemand ze uh, moet afvegen of uh, overal naartoe slepen of zo, weet je wel. Dat uh, ja, ik hoop het nooit mee te maken, maar en dan, ga, dan gaat het in podcast gaat het over geluk en succes, weet je wel. Dan denk ik van ja, maar er is nog meer en er is een andere kant. Ja. En. Vanuit de happiness en geluk en werkgeluk. En weet je, wel, ik vind het ook wel. Het kan ook doorstaan dat het te oppervlakkig wordt. En dat het allemaal zo: oh, en uh, we willen onszelf verwezenlijken. En hoe kijk, mij is uh, mijn personal brand. En natuurlijk ben ik onderdeel van die gekte. Um, maar anyways, wat, wat ik probeer is het combineren van uh, aardse en spirituele zaken. Dus eigenlijk gewoon van uh, je mag gewoon uh, als jij een uh, dikke BMW of een hele vette Tesla of whatever ja. wil kopen. Fucking enjoy it, weet je wel? Als je maar weet dat het je niet gelukkig maakt. of in ieder geval, ook al maakt het je gelukkig, whatever. maar ik koop gewoon die shit die je wil hebben. dat zeg ik dan tegen mezelf. en vergeet niet, er is ook een andere kant. en. Um, en die is misschien nog veel waardevoller. of. ja. en misschien ook beyond words. want dat uh, schiet me nu ook te binnen. ik denk van ja, ik, uh, er is zoveel. er is zoveel wat we niet in woorden kunnen vatten. dat is ook wat Eckhart Tolle zegt van ja. Uh, de allerdiepste dingen, die kunnen wij gewoon niet bevatten. We proberen ons, onze brein eromheen te uh, manoeuvreren, zeg maar, om iets te snappen. Ja. <tieding>